De gedenksteen van Jan van Hoven is zo'n 50 meter verplaatst en ligt nu op de exacte locatie waar de verzetsheld is overleden. Van Hoven was op jonge leeftijd al actief in het verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een actie in 1944 overleed hij op 22-jarige leeftijd op het Joris Iventsplein, nadat hij door Duitse soldaten werd beschoten. De precieze plek van overlijden is dankzij het onderzoek van dokter Joost Roosendaal achterhaald. In het bijzijn van Roosendaal werd de gedenksteen onthuld door burgemeester Hubert Bruls.